Ja, hier is Fischer weer en ik ben hier met Remco en dit is natuurlijk een week... Nee, het is een EK-kwalificatiewedstrijd. Ja, en heel belangrijk ook nog. Ja, want Nederland heeft trouwens, staat er goed voor, hè? Eén wedstrijd verloren natuurlijk. En Noord-Ierland heeft alles gewonnen. Als je deze ruim wint, en je wint gewoon ruim wint, want onderling resultaat is het belangrijkste, dus je wint deze ruim... En dan win je van Wit-Rusland, dan kan het bijna niet meer misgaan, toch? Ja, of Noord-Ierland speelt gelijk en Noord-Ierland heeft gewoon een serieus kans om naar het EK te gaan. Nou, ik hoorde dat zeg maar, de bondscoach van Noord-Ierland zei van ja, we gaan hier gewoon niet om te verliezen. Maar dat denk ik ook. Ze gaan gewoon nu gaan ze spelen om niet te verliezen. Dus gelijkspel zouden ze lekker vinden. En dan gaan ze thuis gaan ze proberen te stunten. Door echt gewoon met pressie, met orkaanwind en dat soort dingen. Dan gaan ze wel moeilijk maken. Weet je trouwens verder iets van het Noord-Ierse voetbal? Ja, het speelt zich af voor mij een beetje in het noorden van Engeland, dat is het enige wat ik weet. Noorden van Ierland trouwens. Engeland is een andere Nou, Noord-Ierland is toch gewoon onderdeel van Engeland, of niet? Van de UK? Ja, dat wel. Ja, dat wel. Maar het is, het zit noordelijk van Ierland. Gewoon. Oh echt? Zou het daarom zo heten? Anders zou het wel nee, maar ik bedoel, Zuid-Ierland jij zegt het is van Engeland. En Engeland is een ander eiland. Dat is een ander eiland, zeg maar. Dus ja. Maar ik hoorde wel dat de bondscoach van Noord-Ierland ging scouten in de, zeg maar, de tweede divisie van Engeland. Om misschien nog een spits te vinden die iets kan doen tegen Van Dijk. Dus dat zegt ook wel genoeg over de selectie. Van de tweede divisie? Ja, ja, ja onderschatting ligt op de loer. Hè. Ja, weet ik. Maar ja. Je moet het maar wel winnen. Dat is wel zo natuurlijk. Hè? De bal is rond. Het is 0 tegen 0 in het begin. Dus ja. Alles is mogelijk. Ik zou zeggen, laat je voorspelling achter bij de comments. Dan gaan we over naar de wedstrijd. Dan in de Kuip. Ja. Het lijkt wel twee ploegen. Deze twee, ja. Ja, dat is nog steeds natuurlijk niet in de game. Zijn. Ze hebben precies even. PES heeft wel. Dat belooft een heel spannende wedstrijd te worden. Ik kijk er naar uit. Ik vind het nog steeds. Ik heb echt amper FIFA gespeeld. Dus zeg maar die opstartproblemen van de game. Ik moet daar nog steeds wennen aan Guter en. Ik ook. Ik heb net zoveel gespeeld. Bij Memphis Depay. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Ik, normaal gesproken moet ik eerlijk zijn, speel ik vaker FIFA in het begin. Maar ik heb dit keer... Ik heb echt puur niet zoveel gespeeld omdat het begin die opstartproblemen die ik als enige had in onze hele groep, zeg maar. Dat ik gewoon de game niet kon opstarten of dat ik gewoon niet kon joinen of wat dan ook. En dat de carrière mode schijnt nog steeds een beetje een drama te zijn, dus daar wacht ik ook even op. En dan ga ik wel veel spelen. Hij legt hem bij de tweede paal. Die kunnen erin. Ja, het was wel heel vrij ook. De keeper kwam er niet uit, toch redelijk is 5 meter gebied, dacht ik. Ja, ik hoorde ook dat ze hadden geüpdate. Dat als je zeg maar B inhoudt, doe je een soort een harde staande tackle. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar dan weet je het. Maar ik weet niet of ze gameplay technisch wat dingen hebben. Hij is uitgegroeid. Zo. Nee, hard geschoten, veel te onzuiver. Naam werd gewoon genoemd. Ik had zo nog nooit van die speler gehoord. Ja, ze hebben alles ingesproken. Ja, echt alles. Dat zou ik echt wel echt heel veel beter vinden. Ja, dat je ook gewoon de Eredivisie speelt of wat voor competitie dan ook. Ja, welke competitie ook. Alles hebben ze ingesproken. Ja, is alweer even aan de bal. Zo. Gaat Dumfries. Oh shit, ja. Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. Bergwijn. Nou. Er zit trouwens een beetje iets op aan mijn shirtjes. Ze zijn blauw. Ja, okay, ja, dat is waar. Maar, vind je niet dat het spreken lijkt op het uiten nu van het Nederlands elftal vorig jaar? Nou, ik vind ze een beetje op 18 lijken misschien. De bal wordt voor het doel gebracht. Schot trouwens. Ja, is nog niet hij blokte. Uitstekende positie voor een voorzet. Nou, ik ga geen kopduel winnen, zie ik al. Deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd. Veel ruimte op de vlak. Oh. Oh, lekker uitverdedigd hoor. Druk zetten. Oh. Werkt hier. Nee. Fluit hij? Nee, hij fluit niet voor die tackle. Nee, het is een voordeelsituatie. Gaat Lewis. Het team kan nu uitbreken. Man 30 nu. Ruimte voor de counter. Dat is Edwin. Nog steeds balbezit. Maar het momentum van de counter is voorbij. Dit kan wel eens een kans opleveren. Jones. Hij zorgt ervoor dat schot smoort. Ja, we mogen zitten trouwens. In ieder geval op doel. Steven Bergwijk. Wat is dit nou voor gezeik? Hij levert hem in. Dus even... Hier is kwartiertjes dit. Een leep balletje diep.
Nou, wat kan hij hiermee? Ik had moeten schieten, maar ik dacht, ik wacht tot die andere gaat lopen. Dan geef ik hem gewoon breed. Voorzet in de maak. Oh nee. Nou, ik ben echt in het wel. Ze kunnen niet springen in Ierland. En bij deze gelijke stand is het de vraag wat de tweede helft zal brengen. Hier is de aftrap. Zo. Goeie aanname trouwens, bij het huis. Een overtreding. Hij schijt, hij valt een half uur later, valt hij nog over mijn benen. En ik ook nog niks te doen. Jongen, blind. Met Jin. Hey! Ruimte op de vleugel om de bal voor te nemen. Nee, ook gewoon bijna klem ook, naar me nog voorzet. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Zou wel eens wat kunnen worden. Ik wil een steekbal. Oh! Nou, wat een kutzooi, er staat een mannetje, een korte... Oh! Nou, dat is niks. Voor de statistiek heb ik hier van schot op doel. Goed gereageerd, zeg. Wat een kutzooi, zeg. Nou, dus dat ik fucking slecht. Wacht daar toe! Ik wou naar voren toe, wat een kutzooi. Oh, lekker. Ja, dat is wel lekker. Goed gezien, jongen. Oh nee. Moet het doelpunt worden? Dit is... Het is nu ook een half uur trouwens. Jezus. Maar hij heeft hem. Nou, op waar komt uw account uit de boomkie. Wijnaldum. Nee! Ja, fuck! Ha! Koekoek! Ja, inderdaad! Wat hè? Ik hoor dat ook niet, ja. Boemraak, koekoek. Hij rond af van... Zeer dichtbij. Redelijk onterecht, maar ja. Het is wel het boekje. Counter. Mooi buitenkantje. Is dat een achievement? Counter. Dat is ook een kwaliteit. Vreugde om de voorsprong bij Oranje. Terwijl het spel wordt voortgezet. Nou, ik kon die blind gewoon niet voorbij, joh. Zo. Bal naar de andere partij. Rijn Babel speelt verder niet de goede wedstrijd, hoor. Jezus. Een uitgekiende steekpaas. Oh my god. En hij is ontsnapt. Waarom is die ruimte? Waarom die ruimte? Ja! Oek. En mooi korte hoek. Nog eens in herhaling, de gelijkmaker. De underdog komt terug van een achterstand. Het rare is, ik schoot gewoon hard en dan gaat het gewoon laag over de grond. En het staat weer gelijk, 1 tegen 1. Die teamgenoot krijgt hem terug. Ik vraag me trouwens af of hij op 4 minuten staat, de timer zo zie. Timmy! Ik zat echt dingen te doen dat ik niet wilde doen. Ze kunnen snel uitbreken nu. Nou, ik voel het al, deze fever heeft zoveel counters op mijn smol. Hij gaat goed aan de bal. Ja, oh! Nou, wat kut, sorry! Oh, dit voel je al aankomen, ja? Count uit de boekie. Wat is dit?! Toch de schietkans. Oh, ik wil stiften weer. Verdediging kan de bal wegwerken. Hij schiet. Maar ik wil die beauty gewoon maken. Dat vind ik belangrijker dan winnen. Nope, van die afstand. Dat is toch helemaal nergens voor nodig. Dit is echt een lekkere paas. Dat lijkt een beetje op Ajax van de laatste tegen Den Haag. Dat je denkt van, nou, het lijkt nergens op, maar... Nou, wat is dit nou, gezeik? Ja. Gaat dit wat worden? Ja, dit is het probleem, hè? Nee! Jezus Christus! Het eigenlijk helemaal niet zoveel. Ja, met iets meer nauwkeurigheid was die bal waarschijnlijk door het net heen gevlogen. Wat? Matthijs de Ligt. Van Dijk. Martin de Roon. Oh, ik zag hem wat meeloos. Die smeerlap. Ja! Buitenspel. Nee, buitenspel! Nee! Ja. Gelijkspel! Wordt het een gelijkspel? Dat ze echt slecht zijn. Maar het kan nog erger. Nee, ik ben niet erg, want echt tijd is tijd blijkbaar. We eindigen deze wedstrijd met een gelijkspel. Dit is echt slecht. Dit zou echt een... Dit begint een fantastisch gevecht te worden tussen deze... Slechte uitslag zijn, hè? Niet voor elkaar onder, nog op het en sterker nog, je hebt de beste kans, denk ik. Dat is ook stroef. Ze speelden ook zo stroef, leek wel. Ja, maar misschien ligt het aan ons, ons allebei voor zo. Maar ik dacht echt dat je echt gewoon dat 5-5 normale uitslagen waren deze FIFA. Ja, vooral omdat hij nog op een lange wedstrijd staat.
De spullen 1-1. Ik weet dus niet wat ze hebben gepatcht en zo, maar of je het... Je hebt niet kunnen testen, want het was of een goal of het was niks. Het was, dat was easy vangballen allemaal. Zeg maar. Jij schoot dan 2 keer naast nog, dat was dan wel. Ik dacht van nou. Poeh. Maar ja. En ik heb eigenlijk alleen een counter, dat heb ik goed gedaan. Nou, wel een mooie counter. Maar ja. 1-1, ja, het zou niet de allerbeste uitslag zijn, zeg maar. Kunnen we ermee leven? Nee. Nee. Dus we hopen natuurlijk op meer. Maar ja, wij zouden dus op 1-1 gokken. Nou ja, ik zou de dodootje toch in een eentje zetten. Zo, dat denk ik ook, ja. Ik zou zeggen, like eventjes deze video. Laat in de comments even achter wat jouw uitslag is, wat je voorspelling is. En tot de volgende keer. Later. Bye bye.